En zo zijn we met de klanken van Christmas Carol Once in Royal David City in de hal van Nationaal Orgelmuseum Elburg, waar wij vandaag te gast zijn om een concert te mogen geven. We gaan gericht op de komende advents- en kersttijd een programma spelen waarvoor wij composities hebben gekozen die passen in deze periode van het jaar. Advent, de kerstdagen, het kerstverhaal, herders op de velden, het pastorale, landelijke element is het thema voor dit concert. De hobo, voortgekomen uit de schalmei, is natuurlijk bij uitstek geschikt om in de fantastische combinatie met het orgel deze pastorale sfeer te verklanken. Ik ga een stuk van Johann Pachelbel spelen, Christus, der ist mein Leben. En er zijn van die componisten die zijn vooral bekend om één groot werk, bijvoorbeeld Carmen van Bizet. Nou, bij Pachelbel denkt iedereen natuurlijk, dat is de kanon, maar Pachelbel heeft meer geschreven. Nou, onder andere een aantal werken voor orgel. Ik ga een partita spelen, dat is eigenlijk een variatiereeks. En waarom ik dit lied gekozen heb? Nou, het is adventstijd en het is op de wijs van nu daagt het in het oosten. Een partita is leuk omdat je alles van het orgel kan laten horen. Ik ga dus ook alle registers gebruiken, behalve de tremulant. En ik wens je veel plezier.
Jan Kroeske gaan we spelen een scherzo over De Heddetjes lagen bij nachten. Origineel een compositie voor orgel. Het is een vrolijk, lichtvoetig muziekstuk, nu vertolkt door de hobo en het orgel, waarbij het scherzo-achtige, het lichtvoetige element door de hobo wordt gespeeld en de melodie geharmoniseerd op het orgel. Ik ga nu op het Leeflang Orgel in de Boonzaal Stille Nacht voor u spelen. Dat is een compositie van de Nederlandse organist-componist Margrethe de Jong. Zij speelt de orgel in Middelburg. En het leuke van Margrethe is, vind ik, dat zij in alle stijlen, van modern en barok en romantisch, zij componeert in alle stijlen en dat is mooi. Ik ga hier Stille Nacht in een moderne stijl spelen. Het zijn drie coupletten. En het derde couplet gaat Ariel meedoen op de hobo. Eigenlijk stond het niet voorgeschreven. Dus als je kijkt, Margrethe, ik hoop dat je het goed vindt. Eerst twee coupletten door het orgel en dan samen met Ariel. Veel luisterplezier. Thank you.
De altobo, groter, langer dan de gewone hobo. Met een piervormige klankbeker, zoals u zo zult zien, klinkt lager, dieper dan de klank van de gewone hobo die u hiervoor heeft gehoord. Van de Italiaanse componist Vincenzo Di Donato gaan wij een pastorale spelen. De pastorale, dit wil zeggen herderslied in landelijke sfeer, is uitstekend voor de altobo geschreven. Origineel voor altobo en piano, nu met orgelbegeleiding, wat vooral het in klank door laten klinken van de liggende akkoorden ten goede komt. De hoofdmelodie is een zangerig thema. Er wordt in de loop van het stuk gebruik gemaakt van echo-effecten, uitmondend in een korte cadens, waarna het stuk afgesloten wordt met de herhaling van de hoofdmelodie. Ik ga voor u Midden in de Winternacht spelen van Balbastre. Bekend geworden om zijn kerststukken, zijn Livre de Nouvelle. Ik heb gelezen van Balbastre dat hij heel erg populair was in zijn tijd. Dus als hij speelde, dan waren er verkeersopstoppingen rondom de kerk. Nou, ik heb het gelezen, ik weet niet of het zo is, maar het is een mooi verhaal. En zelfs met kerst verbood eigenlijk de geestelijke om dat Balbastre ging spelen. Want de mensen kwamen niet meer voor de mis, maar die kwamen voor zijn concertje.
Nou, het is een heel aanstekelijk stuk, vrolijk. En ik hoop dat u het met veel plezier zult beluisteren. Van de Franse componist Alexandre Guilmant gaan we de Cantilène Pastoraal spelen. De Cantilène Pastoraal opus 15 is van origine een orgelcompositie die zich vanuit de thematiek en de verdeling hiervan over de klavieren uitstekend leent voor een bewerking voor hobo en orgel. Cantilène, zangmelodie, pastoraal, landelijk, herderlijke sfeer. Het stuk is verdeeld in drie gedeelten, een zogenaamde liedvorm ABA, waarbij het thema in de A-gedeelten door de hobo en het orgel wordt gespeeld en het B-gedeelte is min of meer een nieuw thema, alleen voor orgel gedacht. Veel luisterplezier met dit stuk.